Hallo allemaal. Nou, hoe gaat het? Ik hoop goed. Geef me even een leuk berichtje hieronder. Kan ook na afloop. Kijk maar even. Ik ga vandaag weer wat leuke oefeningen met jullie doen. En er werd mij gevraagd, wil je wat meer oefening doen voor de binnenkant van de dij? Ja, natuurlijk wil ik dat. Natuurlijk, dat gaan we vandaag even regelen voor je. Nou, veel succes. We beginnen met de warming-up. Een kleine warming-up. En ik zie al wat mensen. Gezellig. Kom maar even bij, oeps. Ik gooi iets om. Ik heb vandaag toch wat waterflesjes. Ik zei vorige keer zo leuk van, waarom zou ik waterflesjes nemen als ik ook dumbbells heb? Maar ik heb mijn dumbbells eventjes in de was gegooid, want die waren een beetje vies, dus die zijn er vanaf. Dus vandaag heb ik weer waterflesjes. Nou, ik doe er maar twee oefeningen mee, dus kijk eventjes wat je aan kunt. We gaan even lekker rustig joggen op de plaats. En kijk eens of je dan de grond onder de voeten goed kunt voelen. Zo, ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen. Ik werd extreem sloom wakker vanochtend. En ik heb een beetje het idee dat er nu wat meer rust begint te komen. Omdat ik wat minder verplichtingen heb. Ik ben benieuwd of jullie dat ook zouden ervaren. Dus ik heb me voorgenomen om dit weekend daar even helemaal aan toe te gaan geven. En echt helemaal niks te gaan doen. Even te ontspannen. Nou, dan gaan we de armen hoog en laag bewegen. En kijk eens of je die voet aan die bil kunt tikken. Oké, en nu gaan we die knieën voor de borst trekken. Trek hem in. En haal lekker het borstje rechtop. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Oké. En dan gaan we eventjes de benen wijd zetten. En draai achter je. Laat die armen slap hangen. En kijk ook eens achterom. En ik weet niet of je het kan zien, maar dan knijp ik altijd even mijn bil een beetje aan. Zo. Nou, ik heb weer nagedacht over mijn outfit vandaag. Want ik verdien helemaal bijna geen geld. Dus ik dacht, laat ik eens een money drawing pants. Drawing pants. Misschien komen er nog wat verdiensten naar me toe als ik mijn almighty dollar pants aandoen. Nog drie. Nog twee. En één. Oké. Nou, we gaan beginnen met de eerste beweging. En het is een kick forward. Dus ik probeer echt een kick omhoog te doen. Zet kracht. Nou, en doe die dan eens even. Totdat je een beetje buiten adem bent. En een beetje een rode kop krijgt. Dus probeer niet strak het aantal herhalingen te volgen. Maar kijk maar eens even of je hem echt kan doen. Tot je iets merkt. Oké. Zet kracht. Acht keer. Dus je kan altijd even als je deze video thuis terugkijkt. Op pauze drukken. En ietsje langer doorgaan. Dus zorg altijd dat het effectief is. Oké. En de laatste. Zo, ik ga verder met de shoulder push-up. En die zal ik even aan de zijkant laten zien. Wat doe ik nu? Ik doe mijn billen omhoog, mijn schouders laag. En je ziet dat mijn benen lang houden. Mijn handen wijzen met de vingers naar binnen. Dan ga ik een push-up maken. Waarbij ik echt mijn hele borst naar mijn armen toe duw. Dus het eikpunt van de oefening is naar voren. Blaas uit. Nou, kijk tot hoe ver je kunt gaan, hè. Hou je navel actief naar binnen getrokken. En zes. En vijf. En hou die nek langs. Heel belangrijk. Drie. En twee. En de laatste. Hartstikke goed. Zo, ik had even besloten om de mat zo te doen. Maar dat was eigenlijk voor een oefening die later komt. Dan draai ik hem zo meteen weer terug. Dus ik doe hem nog even zo. Dan kan jij het volgens mij toch wat beter zien. Zo, voor de volgende oefening pak ik mijn waterflesjes. Deze oefening is echt behoorlijk zwaar. Dus echt al heb je maar 1 kilo, 2 kilo, is het al effectief genoeg. Want jij is super, super zwaar. Eerst draai ik mijn voeten naar buiten. Ik maak mijn benen lang. En dan duw ik mijn bekken naar voren in de grond. Probeer echt die billen op spanning te houden. En krachtig het schaambeen in de mat te drukken. En nu ga ik mijn armen naar voren duwen. En dan kijk ik naar de grond.
En ik focus op het lang maken van mijn nek. Dus ik trek niet mijn schouders naar mijn oren, maar helemaal van mijn oren af. En wat ga ik doen? Ik ga zwemmen. Dus krachtig drukken en openen. Zo, een beetje bij de muur. Oké, zet kracht, duwen en trekken. Dus een hele wijde, krachtige beweging. En voor alle spieren rondom de schouderbladen en de latissimus dorsi. En let er daarbij op dat je niet omhoog gaat met je rug hol getrokken. Dus het gaat echt om het bewegen van de armen en niet het omhoog duwen van de borst. Maak een krachtige beweging naar voren. Hou je nek lang en trek een beetje een onderkin. Nou, ik voel hem nu al. 7, 6, 5, 4, 3. Binnen op spanning houden. 2. Oké, en omhoog. En leg ze even neer dat je er niet over kan vallen. En dan gaan we weer. Kip forward. Yes, komt die aan de armen gestrekt. Grijp aan de zijkant. Kijk goed. Ik zie heel vaak mensen naar achter leunen. Zoals ik nu doe. Doe dat niet. Hou je borst recht op. Kick it. Bam. Yes, you can. Can I kick it? Yes, of course you can. Come up. Watch. Zet kracht. En duw naar voren. Blaas uit. En zeep. Armen gestrekt. Nek slap. 4. Buik op spanning. 3. 2. En we gaan weer shoulder push-ups. Een heerlijke oefening. Dus binnen omhoog. Gestrekte benen. Zakken. Adem uit. En doet het pijn aan de polsen? Is dit altijd een optie? En dat denken mensen vaak. Dat is veel zwaarder. Maar dat is echt niet zo zwaar. Buigen en strekken. Adem in. Als je uitademt, zet dan echt kracht, hè. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Hartstikke goed. Nou, die voel ik lekker. Heerlijk. Zo. Voeten naar buiten. Bekken naar voren. En dan gaan we. Let op de nek. Heel belangrijk dat die lang blijft. En zwem. En trek de schouderbladen naar elkaar toe. Als de armen naar het lichaam toe gaan. Hou vol. Hou je billen op spanning. Druk je schaambeen en je heupbotten in de mat. 5. 4. Hou je billen geperst. 3. En 2. En de laatste keer. Heerlijk. Als een vis op het drogen, zeg maar. Oké, here we go. Laatste ronde. Zet kracht. Boom. Duwen. Probeer echt krachtig te strekken met je onderbeen. Bam. Zet door. Yes, dat gaat lekker. Zo. Heerlijk. Blijf doorgaan. En 8. 7. Armen lekker fel. En lang. Laatste 4. 3. 2. En 1. Oké, shoulder push-ups. Wel eens gedaan. Misschien is dit je eerste keer. Spannend. Mag ik erbij zijn als dit de eerste keer voor je is? Gezellig. Oké, wat een eer voor mij. Komt ie aan. Druk je hele hand in de grond. Kijk eens of je ook echt een beetje op de triceps kunt focussen. Als je ellebogen naar buiten gedraaid zijn zoals ik nu heb, voel je altijd een beetje meewerken. Benen zijn gestrekt, buik in. Oké, nog 4 keer. 3. 2. En de laatste. Alright. Dan komt ie. Zo. Benen lang. Voor mij is het altijd makkelijker om mijn voeten naar buiten te draaien. Want dat maakt mij het iets makkelijker om mijn bekken naar voren te drukken. Dus kijk maar even wat voor jou werkt. Misschien is wat voor mij werkt niet per se iets wat voor jou ook goed werkt. Knok, knok, knok. Oké, here we go. Push. Hop. Zo, een beetje van de muur af. Tak. Krachtig, explosive power. En misschien kun je mijn billen goed zien. Misschien niet. Maar ik pers ze dus echt keihard tegen elkaar.
7, 6, 5, 4. Maak die strekbeweging groot. Je nek blijft lang. En de laatste. Heerlijk. En ik ga weer opstaan. En wat ga ik doen? Ik ga kribbelen. Poep, 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 poep. Lekker snel. Dus in snel tempo. En dan stel ik me voor dat hier boven mij een boksbal hangt. En dan ga ik poep, 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 poep. Maar dan let ik wel een beetje op mijn eigen kin, ja? Want anders krijg ik... Auw, mijn neus. Auw, mijn kin. Kom op, Lisa. En turn. Knijp je handen. En blijf toch. Adem uit. Lisa. Tempo. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oké, goed zo. De tweede oefening van ons tweede blokje. Ik maak een lunge met de veertop op de slaap. Naar voren. En de andere kant. En dan maak ik een squat opzij, een sumo squat. Oké, zorg dat je genoeg ruimte hebt. Het eindpunt is in het midden. Hou je balans in de gaten. Niet altijd even makkelijk, zo vroeg in de ochtend. Zet kracht. Let op je knie. Stabiliseer. En push. Wielen naar beneden. Ja. Hop. En het hoeft niet in de maat van de muziek. Dit is geen dansshow, gelukkig niet. Dus doe het gewoon lekker krachtig. En hou de nek lang. Voor je het weet ga je compenseren. Niet de bedoeling. En wil je het zwaarder maken? Pak dumbbells in je armen of zo. Maak het wat pittiger voor jezelf. Als jij dat nodig hebt. Als je denkt, wat een slappe workout. Ik voel helemaal niks. Doe er dan wat aan. Ga niet zitten wachten. Doe het zelf. Oké, laatste keer. Hartstikke goed. Zo. Nou, met die sumo squat maak je natuurlijk een uitdraaiing van je been. Dus pak je automatisch wat meer de binnenkant van de dij. Maar ik ga me nu echt totaal focussen op de binnenkant van de been. Adductoren. Let op, mijn elleboog gaat in de grond. Maar ik ga niet dit doen. Zie je dit? Ik hou me niet lang. Dus ik gebruik ook een beetje mijn oor. En dan strek ik mijn ene been op. En meteen trek ik helemaal naar me toe. Ik weet niet of je het kan zien. Maar deze bil is helemaal van de mat. Oh my dollar. Kleine stukjes op. Yes. En je gaat echt die poot helemaal stijf houden. Hou je poot stijf. Letterlijk en figuurlijk vandaag. Dus echt krachtig optillen. En wat je natuurlijk ook zou kunnen doen. Als je misschien iets hebt van een klein gewichtje. Doe hem dan in de schoenveter of in een grote sok. En heb je iets meer profijt van je oefening. Nou, tijdens de oefening hebben heel vaak mensen een beetje inzakken zo. Hè? Probeer dat niet te doen. Probeer echt die core te gebruiken. En hoe meer je dat been naar de zijkant draait, hoe beter je dat gaat voelen. Nou, het vervelende bij deze oefening is, moet hem heel lang doen. Anders gebeurt er namelijk helemaal niks. En dat is zo zonde van mijn tijd. Dan ga ik helemaal een leuke broek aantrekken. Flesjes water halen. Een video aanzetten. Een live video doen. Vervolgens gebeurt er helemaal niks. Nou, dat vind ik dus zonde. Dus zorg ervoor dat jij oefeningen effectief voelt. Dus als je niks voelt, er gebeurt waarschijnlijk heel weinig. Dus zorg ervoor dat je echt tijdens de oefening... Ik voel het nu al, gaat een beetje beven. Yes, en ga kleine stukjes op. Hou vast. Nou, zorg ervoor dat je niet je hele body meebeweegt. Ik zie dat wel vaker. Probeer echt te stabiliseren vanuit je core. Oh, lekker. Oké. En de laatste. Zo, ik ga natuurlijk zo meteen het andere been doen. Maar nu eerst verder met de dribbel. Non stop moving, dribbel, dribbel. En dan ga ik mijn armen. Pop, pop, pop. En dan kijk ik uit voor die neus van mij. Ah. Ja, blijf doorgaan. 7, 6, 5, 4, 3, zo. 3, 2, 1. Oké, ik begin naar de zijkant. Vingertop op mijn slaap. Zakken. Dus ik ga niet naar deze kant. Ik hou mijn gewicht hier. En naar voren. Naar voren. Ja. En opzij. Opzij, jongens.
Is dat niet een toonaangevend vrouwenblad? Ja. Blijf doorgaan. Zet kracht. Open de knieën. En gebruik je billen. Wanneer kun je je billen gebruiken? Goeie vraag. Overal en altijd. Als jij ze maar aanspant. Ik kan het niet voor je doen. Ik zou het heel graag voor je doen. Maar je moet het zelf doen. En je moet ook zelf de slingers ophangen. Laatste keer. Oké. En dan ga je lekker even kijken wat was er weer zitten. Yes. En dan draai ik in deze bil. Als je dichterbij zou komen, dan zou je licht hieronder zien schijnen. Want deze is van de mat. En dan ga ik lekker recht op mijn torso. En op zetkracht. En dan stel ik me voor dat andere hazes op mijn voet zit. En dat ik hem moet optillen. Ja. Zetkracht. Let op de schouders. Wat ga je doen vandaag? Auw, mijn nek. Niet zo leuk. Ik kan niet komen, want ik heb zo last van mijn nek. Hoe kan dat dan? Ik heb een oefening gedaan. Dus zat ik helemaal zo. En ik ga het nooit meer doen. Oké, haal je buik actief weg. Zet kracht. En lift met de binnenkant van de voet. Zo, ik ga nog even door. En dan vertel ik af en toe een beetje een slap ouwe verhaaltje. Waarom doe ik dat toch? Nou, om je een beetje af te leiden natuurlijk. Als je even aan iets anders denkt, dan gaat het wel weer een beetje. Oké, ik ga kleine stukjes op. Blijf doorgaan. Zo. Hou nog even vast. En kijk eens of je ietsje hoger kan. En zijn je schouders nog op? Hij is je buik nog actief? Laatste vier keer. Vier. En drie. Twee. En één. Oh, lekker joh. Nou, misschien merk je wel. Eén been is veel moeilijker dan die ander. Begin dan alsjeblieft met dat been. En tel eens even. Dat je ook de herhalingen gelijk doet. Want anders wordt dat ene been steeds sterker. En die andere steeds minder sterk. Dus zorg echt dat je die symmetrie een beetje bewaakt. Let's go! Pop, pop, pop! Yes, een boksbal. Oh! Kom op! Je nek is lang. Turn, turn, turn! Let's do it! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Down. En nek is lang. Kom op. Open je borst. En je bekken druk je naar voren. Oh, ik moest ook naar voren, hè? Ja. Komt ie weer. Down. Zak in het midden naar beneden. Let op de knie. Hou de knie recht. Laat hem niet wiebelen. Of naar binnen gaan als je je knie naar voren zet. Goed zo. Als ik een lunge maak, probeer ik altijd mijn bil samen te knijpen. Want dan pak ik die ook een beetje mee. Ik ben blij mee. Oké, laatste keer. Zo. Ik ga weer lekker zitten. En dan doe ik nog één keer rechts en links. Ik begin even met dit been. Ik heb het net als laatste gedaan. Dus gaan we slaan. En dan ga ik alleen maar kleine stukjes op en probeer ik echt kracht te zetten. En let op die voet, hè. Die voet, daardoor wordt het heel veel zwaarder. Dus ik trek meteen naartoe. Ik zal het zo nog even zien. Goed, hè. Ja. Blijf doorgaan. Zak niet in. Laat de moed niet zakken. En laat je been niet zakken. Oké, die voel ik goed. Heerlijk. Ik heb me een beetje voorvermoeid. Oké, nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, dan zijn er soms mensen die echt heel erg last hebben van hun nek. Hè? Die zeggen, ik zit gewoon niet lekker zo. Nou, wat kan je dan doen? Dan ga je lekker zo plat liggen. Helemaal top. Geen probleem. Maar draai nog steeds dat been in. En zorg ervoor dat je oor actief is en ga dan ietsje hoger met het been. Dus je kan alles doen met een variatie. Of ja, misschien niet alles, maar wel heel veel dingen kun je gewoon doen zodat ze wel lukken, hè? Oké, ja, dat voel ik ook goed.
Maar die is iets langer geleden voor mij. Dus die gaat er iets makkelijker. Probeer je buik actief te houden. En we zijn er bijna. Nou, zometeen gaan we nog veel meer oefeningen doen voor de adductoren. En 4, 3, 2, 1. Heerlijk. Zo, mensen, we gaan weer lekker staan. Ik heb net al kick forward gedaan en nu ga ik dan kick opzij. Pak, poep. Ik ga naar de 3 laatste oefeningen. En we doen weer 3 herhalingen. Kick eraan. Pak, zet kracht, je nek is lang. En probeer dat je een beetje moeite moet doen, hè. Als het te makkelijk gaat allemaal. Ja, dat gebeurt er zo weinig. Ja, kom op. Iets hoger. Je kan het. Even doorgaan. En 8. 6. 5. Boom. 4. 3. 2. En de laatste. Goed. Alright. Ik pak ze er weer bij. Mijn blauwe vrienden. Zo, kijk eens. Ik ga staan. En nu til ik mijn armen zo hoog mogelijk op. Ga ik ze achter mijn rug. Maar wel met gestrekte ellebogen. En mijn nek is lang. En ik druk mijn borst naar voren, zodat je niet zoiets krijgt. Oké, strek die armen. Om hem iets intensiever te maken, blijf ik even lekker lopen. Nou, dat ziet er misschien een beetje suf uit. Maar goed, dat maakt het uit. Niemand ziet het. Je staat lekker in je kamertje. Oké, strek je armen. Nou, deze kun je best goed voelen met iets minder gewicht. Als je maar van je bil afhoudt, hè. Niet de handen op de bil leggen. We houden het netjes vandaag. Blijf lekker hier. Oké, blijf lopen. 4 keer. 3 keer. 2 keer. En de laatste. Zo. En als je denkt, dat moet wat intensiever. Stop je de video. Ga nu gewoon even iets langer door. Zo, ik kom weer op mijn zij liggen. Met mijn bil van de mat. Je mag plat liggen. Het is gewoon hetzelfde als net. Maar dit keer ga ik mijn been opzij bewegen. Dus let erop dat je je bovenlijf dan iets meer stabiliseert. Hè? Want er willen heel veel mensen gebeurt niks. Probeer echt lekker kracht te zetten met de been. Ga even van de zijkant als je de hele tijd besnuffelt je. En druk. Zet kracht. Zo jongens, hou vol. En druk het standbeen in de mat. En duw hem met kracht opzij. Nog 8. Let op die nek. Hè? Blijf erop letten. Misschien kun je wel een spiegel ergens zien. Of een weerspiegeling in een glazen kast of zo. Nog 4. 3. Je buik op spanning. Oké, let op mij. We gaan op en zij. Op en zij. En zet kracht. En stel je me voor dat er iets heel zwaars op je voet ligt. Zoals André Hazes. God hebben zijn ziel. Blijf doorgaan. En nog 8. Kleine jongen. En 6. En 5. Woe. Heerlijk. 3. Nou, het is een been. Hij weegt natuurlijk een paar kilo. 2. En de laatste. Oké. We gaan opstaan. Yes, dan komt die. Krak, krak, krak. Opzij. Heerlijk. De armen wijd. Bosje ietsje hoger. Proberen. Ja. Hou nog even vol. En 8. 7. Strek je armen krachtig uit. En daarna ga ik mijn flessen weer pakken. Nog 4. 3. 2. Ja, daar gaan we. Helemaal top. Zo, here we go. Armen hoog. En twist om en om. Nou, er wordt wel eens gevraagd aan mij. Waarom doe je eigenlijk geen choreografie in de video's? Nou, dat zal ik je zeggen. Ik geef al heel lang les. Sinds 1999 werk ik al in fitness en in groepslessen. En in de jaren 90 was dat allemaal heel erg cool, hè? Breakfam, Mama Cha-Cha. Het is misschien ook nog wel een beetje cool, maar ik vind het soms een beetje dat je met je tijd mee moet gaan. En ik heb het idee dat nu iets meer, of ja, ik heb het idee, dat zie je gewoon, dat het iets bootcamperigs is en iets minder pasjes.
En daarbij komt ook dat ik heel veel hetero mannen in de les heb. Nou, en dan krijg ik waarschijnlijk hele boze berichten van hetero mannen. Ik ben dol op Mama Cha Cha. Maar ik merk dat er een heleboel hetero mannen niet meer terugkwamen als ik pasjes in de les deed. Nou, en dan sluit je dus een hele grote groep mensen uit. Dus dat vind ik zonde. Dus ik heb het idee dat gewoon heel veel van mijn klanten er niet meer zo heel erg op zitten te wachten. En anders zijn er genoeg collega's die het wel doen. Dus dit is gewoon mijn stijl. Nou, ik hoop niet dat ik op iemand zo lange teen heb getrapt. Dat was niet de bedoeling. Laatste 8. Buik in. En 7. Blijf doorgaan. En 6. En 5. Ga nog even vol. 4. En 3. En 2. En neem plaats op de mat. Oké, dan gaan we weer. Ready? Opzij, opzij. Zet kracht, hou je bovenlijf stil. Yes. Hou je navel goed in. En hou je schouders van je oren. Doe hem krachtig opzij. En stabiliseer je romp. En het valt niet mee, ja? Niet mee te bewegen. Probeer voorzichtig op te letten. Nog 8 keer. Go. 7. 6. 5. Buik in. 4. 3, 2, oké, let op mijn been, op, en, zij, zet door, push, en, zij, bijna klaar hè, kom op, duw, trek je teen zo ver mogelijk naar je toe, en hou die poot stijf, kom op, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Alright, here we go. We gaan weer schop opzij. Laatste rondje. Til je benen op. Armen gestrekt opzij. Dus niet die armen laten flobberen. Stretchen. Kom. Power. Ja, ja, ja. Hou vol. Til je voet op. 8 keer. 6, 5, 4, 3, 2, ja, alright, dan gaan we weer, de armen gestrekt, blijf lopen als je ietsje, een beetje je hartslag hoog wil houden, strek je armen uit en hou ze van de billen af, nog 8, 7, 6, 5, bijna klaar, kom op. 4, stijve armen, knijp in je handen. Oké, en terug. Zo, ik ga eventjes beide benen doen. Ik begin met mijn linkerbeen en daarna ga ik naar huis. Let op die schouder, zak niet in, hè. En dan gaan we op en zij. Ga je mee vol. Op en zij. Ga je nek lang en push. Ga je andere been stabiel met core actief, je navel. Zet door. Laatste 8. 7. 6. 5. Laatste 4. Let op die navel, die nek. Nog 3. En je navel. En kleine stukjes zij, zij. Kom op. En duw. Zo, die voelen goed. En 11 keer. Ga nog even door. En laatste 8 keer. 8. En 7. 6. 5. 4. Nog 3. En nog 2. En de laatste keer. Oké, dan gaan we. Wissel. Op. Opzij. Zet kracht en wees serieus op je beweging. Denk aan de spieren. Blijf volhouden. We zijn er bijna. Kom maar. Zo. Hou vol hè. En de laatste 8 keer. Opzij en omhoog. 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, kleine stukjes zij, boem boem. Helemaal opzij. Zo, en het zou het lekker zijn als er iemand een pot agurken niet over krijgt. En jij zegt, kom er hier. Tussen die stalen dijkabel van je. Heerlijk. Die zo sterk is. Nog 4. Nog 3. Nog 2. De laatste. Jongen, jongen, jongen. Wat ontzettend leuke oefeningen. Wil je er nou meer hebben? Stuur me even een berichtje. Kijk even naar mijn website. citawillemsen.nl. Google me even. Hartstikke leuk. Ik heb nog veel meer te bieden namelijk. Ga maar even kijken. Waarom nog niet? Ik wens iedereen een heerlijke dag. Ik hoop dat je weer lekker hebt meegedaan. En ik hoop jullie heel snel weer in levende lijven te zien. Want als jullie erbij zijn is het toch wel even iets gezelliger. Maar goed, we houden de moed erin en ik blijf gewoon lekker een video maken op donderdag voor jou. Heerlijke dag en tot ziens. Doei!